Ik ben Anrit Vugts, ik ben Branch Director van Sugetsu Branch Nederland. We zijn hier bij de Bastille in Zoetermeer, waarin een grote tentoonstelling opgebouwd gaat worden. Ja, deze tentoonstelling wordt 1 keer in de 2 jaar gehouden, waarin we gewoon de mogelijkheid bieden voor alle leraren om zich daar te presenteren. En leerlingen zijn daar automatisch bij ingeschakeld. Dat wisselt qua locatie. We proberen ook steeds in alle delen van het land willen we een keer een tentoonstelling organiseren. En nu had een van onze leden, Rita van der Werf, heeft dus dit idee geopperd om hier in Zoetermeer een tentoonstelling te doen. Nou, het is een werk van Rita van der Werf en die is hier heel bekend bij in Zoetermeer. En die kent dus het gebouw heel goed en die heeft dus als inspiratiebron de grote buis die daar naar beneden komt. En daar heeft ze dus een werk omheen gebouwd. Ik vind het een hele mooie aanleiding, zo'n tentoonstelling, om wat meer over mijn passie te vertellen. Sugetsu is Ikebana. Sugetsu Ikebana is een overkoepelende naam voor Japanse bloemschikkunst. En Sugetsu is een van de stromingen binnen Ikebana. Zo heb je Ikenobo, Ohara. En Sugetsu is een van de grootste afdelingen zeg maar, van binnen Ikebana. Ja, Sugetsu is ontstaan in 1927 door Sofu Tesekahara. Die had een opleiding als in de Ikenobo school. Dus hij was heel traditioneel opgeleid. Maar hij vond het heel belangrijk dat een Ikebanist ook zijn creativiteit in een schikking kwijt moest kunnen. Dus dat hij wat meer van zichzelf mocht laten zien binnen een schikking. Dat was zijn streven. Dat is wat Ikebana of Sugetsu Ikebana anders maakt. Ja, hier is duidelijk een voorbeeld van hoe breed Sugetsu Ikebana kan zijn. Je ziet hier dat hier gewoon gewerkt wordt met materialen die niet rechtstreeks uit de natuur halen, maar waarin eigenlijk een stukje vormgeving, dat de vormgeving hier eigenlijk een grotere rol gaat spelen. Dus vooral als je begint, krijg je echt een basisschikking waarin je de Shin, So en Hika, de hemel, de mens en de aarde kent, die allemaal aan vaste regels gebonden zijn. Dus de lengte is vast, ligt vast, de richting waarin een tak geplaatst moet worden ligt vast. Dus dat ligt allemaal heel strikt vast en dat is puur met opzet om je die asymmetrie eigen te maken. Het is mijn passie omdat ik heel graag creatief wil bezig zijn met natuurlijke materialen. Vooral het zoeken naar mooie lijnen in een tak, het spreekt je aan. Dat is eigenlijk wel waar je warm voor loopt. Dit is een werk van mijn leerlingen. Ja. En de takken van de catalpa worden nu hier gebruikt tot een sculptuur. Waarin we ook die stenen die daarin liggen, dat die een grote rol gaan spelen. Hier zie je heel duidelijk dat er paneeltjes gebruikt zijn in wit en zwart. En die worden straks vervolgens tegen de muur aangedaan. Dus je komt straks naar voren en naar achteren ook. Dus het is heel bijzonder om ook te zien dat ze vooral met gedroogd materiaal gewerkt hebben, wat ze geverfd hebben. En ook onnatuurlijk materiaal, zoals de schaaltjes die daar op het paneel zitten. Kun je vertellen wat voor schikkingen we gaan zien? Ja, heel divers. We hebben kleine, hele kleine werkjes, maar we hebben ook grote werken. We hebben natuurlijke schikkingen, waarin heel veel met bloemen en heel eenvoudig gewerkt wordt met bloemen. Je kunt ook zien schikkingen waar gewoon wat meer gedaan wordt met het materiaal. Waarin je het materiaal ook, ja, eigenlijk is dit een heel duidelijk voorbeeld van hoe dat je een tak die normaal, die wordt nu in schijfjes gezaagd en vervolgens wordt dat het materiaal op een andere manier ook weer gebruikt. Sugetsu, of Ikebana moet ik zeggen, betekent
het weer tot leven brengen van de afgeknakte bloem. En dan moet je een afgeknakte bloem niet letterlijk nemen. Een tak die omgezaagd moet worden, omdat die gesnoeid moet worden. Dat is materiaal wat je gebruikt en wat je eigenlijk weer een nieuw leven geeft. Dit werk is inmiddels klaar. Dus dat is wel heel erg leuk om te zien dat waarin de takken of de stronken eigenlijk gebruikt worden. En dat het papier, wat natuurlijk ook van hout gemaakt wordt, dat eigenlijk dat beeld versterkt wordt hiermee. Je ziet dat we gewoon heel vaak ook met bamboe werken. En de bamboe is hier nu ook met kleine gekleurde touwtjes aan elkaar gebonden, wat een heel grappig effect gaat geven. Het is een beetje een vloeiende lijn die van boven naar beneden gaat komen. Dus er moet nog hard aan gewerkt worden om dat helemaal mooi, dat effect mooi teweeg te brengen. Dit is een groepswerk waarin ook een aantal leerlingen van de leraar ieder individueel in een kist iets gemaakt heeft. Maar de bedoeling is dat dit een hele hoge een bouwwerk wordt van allemaal kistjes die op elkaar gestapeld wordt, waarin iets van hunzelf en toch een stukje individueel werk wat zichtbaar is eigenlijk, waar een totaalbeeld geeft van een groep. Ik ben altijd heel enthousiast over Ikebana, ben altijd heel druk meedoende, vind het leuk om dingen te organiseren. Dus ik werd ervoor gevraagd om Brains Director te worden. En het is alleen maar een grote uitdaging om de leden enthousiast te krijgen en de club gewoon gaande te houden. Dat het gewoon een hele leuke groep met mensen is waar je gewoon heel veel leuke dingen mee kan doen. Suketsu betekent dat je gewoon overal, waar je maar wil, daar kan je een schikking maken. Je kunt een schikking maken in je huis, in de kleine kamertjes, maar je kan ook schikkingen maken in warenhuizen, in hotels. Er wordt in Japan heel veel gedaan, maar je kan ook zeggen van we kunnen ook naar buiten toe gaan. Dus tijdens deze tentoonstelling zijn ook schikkingen buiten te zien. Maar de nadruk ligt in van, en het heeft alles te maken met die creativiteit die je ontwikkelt. Dus het is eindeloos wat dat betreft. Het heeft geen grenzen. En dat is wel wat het uniek maakt, Suketsu. Goedemiddag allemaal. Ik ben ontzettend blij dat er zoveel mensen hier vanmiddag de Bastille gevonden hebben om naar onze expositie te komen kijken. Zoals iedereen al een beetje heeft kunnen zien, kunt u zien dat het al een hele, wij vinden zelf, een mooie expositie is geworden. Het is altijd moeilijk om iets van jezelf een beetje op een voetstuk te zetten, maar we hebben het eigenlijk elkaar een beetje op een voetstuk gezet, want we vonden eigenlijk met z'n allen dat we eigenlijk wel heel erg in geslaagd waren. Ik heb dat natuurlijk niet alleen gedaan. En ik wil eigenlijk ook even heel graag alle mensen die in de commissie gezeten hebben, in de tentoonstellingscommissie en in het bestuur, even naar voren, zodat jullie ook zien de gezichten die achter de hele organisatie van deze tentoonstelling. Ikebana, daarmee een tentoonstelling maken. Dat was de vraag die Rita van der Werf mij ruim anderhalf jaar geleden stelde. En dan vooral om dat in Ateliers Bastille te laten gebeuren. Gedurende die anderhalf jaar daarna is er verschillende keren een delegatie geweest om alle details vast te leggen. Hoe hoog is het? Hoe lang? Hoe breed? Wat voor muren? Wat mag? Wat kan niet? Kunnen we boren? Noem maar op. Is buiten ook nog mogelijk?